Een aantal hengelsportverenigingen heeft afgelopen weekend in opdracht van het waterschap gevist op paaierijpe snoeken. De vissen zijn daarna uitgezet in vispaaiplaatsen in Hoek van Holland en in Delft langs de A13. Die paaiplaatsen kun je zien als een soort kraamkamer voor snoeken, waarin de omstandigheden ideaal zijn voor het zorgen van nageslacht. Een goed evenwicht van dieren en planten in de sloot is nodig voor schoon en helder water. Geen enkele plant of vis heeft de overhand. Dat zou het natuurlijke evenwicht verstoren. Het Hoogheemraadschap van Delfland ziet dat de snoek wel wat hulp kan gebruiken. Zaterdag zijn er 11 snoeken gevangen van 50 centimeter of groter en zondag nog eens 19.